sporthal Het Noordenslag in Slagharen. Decor voor de wedstrijd tussen Sarout Heren 1 en Pegasus Heren 1. Voorafgaand naar deze wedstrijd staat Sarout tweede op de ranglijst met 1 punt achterstand op de koploper Fios Heren 1. Pegasus staat in de middenmoot in deze derde divisie. Op papier een wedstrijd die door Sarout gewonnen moet worden, maar de uitwedstrijd werd nog met 3-1 verloren. In de wedstrijd, die eerste set, stand van 21-21 met de omslag van Patsijnen. Nou, niet echt een goede aanval van de kant van Pegasus. Wordt overgenomen door Sideout. Dan toch echt weer half voor de terug gehad door de man uit de Apel. Goede aanval hier van Tom Lendrik. Tjoh, wat een knal. Toch goed verwerkt. Hij komt weer terug. Weer een nieuwe aanval van Sideout. En dan de middenaanval met Rens Meijer. Daardoor de stand 22-21. Opnieuw Batsijnen aan de opslag. Een goede paas uit. Ja, dan ook een goede aanval. En zo doen de Koens. Pegasus 22-22. Paas kan zoveel halve aanval van gemaakt worden. Maar gelukkig aan de kant van Sarout dat Pegasus er ook niet even mee doet. Oh, nou wat doet de scheidsrechter hier? Rens Meijer was bezig met de middenaanval. Hij kon helaas de bal niet halen, maar volgens mij toch een legitieme manier om de bal weer over het net te krijgen. Maar de scheidsrechter zit er toch anders. Dat geeft volgens mij aan dat de bal al eerder geraakt is. Nou, dat lijkt het toch niet echt op. Even kijken wat de scheidsrechter ermee gaat doen. Want de tweede scheidsrechter komt er ook nog even bij staan. Het geeft ook aan dat er eigenlijk niks aan de hand is. Het publiek is er ook niet helemaal mee eens volgens mij. Het ligt er even aan wat de scheidsrechter ermee gaat doen natuurlijk. Of hij het punt gaat goed kennen aan Sarout of aan Pegasus. Nee, hij maakt er een dubbele fout van. Volgens mij wel een terechte beslissing. Opslag blijft wel aan de kant van Pegasus. Goeie aanval uit. Hier Lendrik. Oh. Goeie aanval. Wordt toch nog geraakt. Door een van de mensen uit Ter Apel. En zodoende punt voor Sarout. Enthousiaste publiek staat er in ieder geval achter. 25-24 inmiddels in die eerste set. Met Roosma een opslag. Aanval aan de kant van Pegasus. Goed blok. Nou, scheidsrechter, wat ga je doen? Nou, hij laat het toch doorspelen. Een nieuwe aanval van Sarout. Met Rens Meijer op de strakke 3 meter. Nou, kijken of ze het dan toch af kunnen maken. Ja hoor. Daar gaat die bal naar buiten toe en de eerste set is binnen, 26-24. Maken we een sprongetje in de wedstrijd. De tweede set wordt ook gewonnen door Sarout met 25-20. Aangekomen in die derde set, 18-18. Gelijke stand met de opslag van Karel Hilding. Goede aanval van Pegasus. Dan toch gepakt worden door de verdediging van Sarout met de aanval van Rens Meijer. Ja, en dan de bal tegen de antenne aan. Aanval op Pegasus die veel wordt gezocht. Nou, lijkt toch enigszins vermoeid te raken. En staat de bal tegen de antenne aan. Zo doen we weer een punt voor Sarout. 19-18. Nu opslag van Karel Hilderink. Aanval door het midden. Mag goed verwerkt worden. Delverachter, 3 meter. Rens Meijer met weer zo'n lekkere klap. Nu ook weer een punt. 20-18. Zo kan het. Karel Hilderink een goede serie neergezet met zijn opslag. Goede aanval nu opgezet. En weer diezelfde aanval, maar nou niet tegen antenne, maar veruit. Ja. Aanval
op dezelfde aanval. En nu ja, aan de andere kant tegen het blok. Dat goed opgesteld staat. Je ziet ook eigenlijk die ballen wel aankomen. En het ouderwetse Auf der Schuhe wordt uit de kast gehaald. Goeie paas. Nou, aanval wordt toch... Ja, jammer. Wat zijn aan die rechterkant wil de bal lekker erin gaan slaan, maar dat lukt hem niet. Hij speelt de bal buiten het veld. Zullen we een pak krijgen, dus weer een puntje. Ja, ine vanaf het publiek. Nou ja, dat moet hij nog wel gemaakt worden natuurlijk. Zo haal je die set natuurlijk niet binnen. Wel weer een goede paas. Aanval nu. Ja, weer een lekker harde klap. Vanaf de 3 meter, Rensmeijer haalt de set binnen. 25-21. En zo is ook deze derde set een prooi voor Zarout. Inmiddels aangekomen in die vierde set. 3-0 een set al voor de mannen uit Slagharen Lutte van Zarout dus. Hierbij een tijdens service van aan de kant van Pegasus. Waardoor het 21-18 wordt in die vierde set. En zo zijn ze hard op weg om die, ook die vierde set binnen te gaan halen. Met hierbij opslag van Lendrink. Goed verwerkt worden door Pegasus. Ja, dan wordt die bal naar de zijkant gespeeld. Helaas kan de libero Groots kan niet meer bij die bal. Om zo toch de bal in het spel te houden. Waardoor er weer een punt is voor de mannen uit Ter Apel. 21-19. De opslag voor Pegasus. Kan niet echt goed verwerkt worden. Een halve aanval van Karel Hilbrink. De aanval kan worden opgenomen door Pegasus, maar ja, dan staat er nog altijd dat blok. Roosema en Meijer. En dan nog met nog 1 punt te gaan. Inmiddels is het dus 24-20 in het voordeel van Zarout. Nog 1 puntje om ook deze set binnen te halen. Met ook de sprongservice van Roosema. Oh, en dan valt hij ook nog lekker binnen. 25-20, ook deze set wordt gewonnen. 4-0 dus. Goede overwinning. Setstanden 26-24, 25-20, 25-21 en 25-20. Een goede overwinning en 5 punten kunnen worden bijgeschreven. Het leek een hele solide uitslag eigenlijk wel van vanavond, of niet? Ja, nou ja, in het begin was het wat lastig, vond ik. Ook mede door de scheidsrechter, die best wel wat cruciale balletjes in ons nadeel floot. Waardoor het eigenlijk wel spannend leek qua set. Maar qua spel liep het mooi, ging goed. En hoe had je dat een beetje op voorgesteld? Hè? Want de vorige wedstrijd hebben u daar met 3-1 verloren. Hoe was het strijdplan voor vanavond? Nou ja, vooral op een paarse loper, nummer 7. Veel aan het werk zetten, serveren op hem. Ging in het begin wat mis. Iets te veel geforceerd op de surf, waardoor we eigenlijk de verkeerde jongens observeerden. Nou ja, daarna op nummer 7, ja, dan wordt hij wat, ja, moet hij meer doen voor zijn aanval. Ja, dan heeft hij het gewoon wat moeilijker, komt hij net niet uit. Nou, pak je een blokje mee, nog eentje. Ja, dan wordt het natuurlijk wel makkelijk volleyballen. Dus en dat is wel een gevaarlijkste speler. En dat hebben we gewoon goed afgestapt. Ja, want ook aanvallend liep het erg lekker vandaag. Bijvoorbeeld ook met een Rens Meijer die er lekker aan het knallen was volgens mij. Ja, heerlijk, heerlijk. Dat doet hij bijna wekelijks. Dus hij wel afhankelijk natuurlijk van goede rallypaas. Zo simpel is het wel. Maar als die ook goed ligt, ja, dan is het klaar. Dan timmert hij hem binnen de 3. En dat zie ik heel veel mitspelers niet doen. Ook niet op hoger niveau. Is het zo, want jullie hebben een aantal wedstrijden gehad dat je heel goed spelen, maar er zitten ook af en toe nog eens wedstrijdjes tussen waar het ook gewoon echt stukken minder is. Zie je wel een progressie daarin dat het allemaal steeds beter wordt in dat opzicht? Nou, dan is vorige week een beter voorbeeld, vind ik, dan vandaag. Tegen Estudiantes hebben we 4-0 gewonnen. Was niet groot. Nou ja, thuis verliezen we van met 3-1. Maar ja, we spelen gewoon rustig door. Minder fouten laatst, vooral in de surf. Tegen Estudiantes thuis 35 keer fout geserveerd, dat wordt heel lastig. Ja, vorige week een hele wedstrijd 5 keer. En dan houden we de druk aan hun kant. En dan vinden ze het lastig. En dat moet ik zeggen, dat doet het team echt wel een stuk beter. Echt een veel lagere foutenlast. Dus dat is heel belangrijk. Je begint aan zo'n seizoen. En dan kom je, waar je nu dan bent. Had je van tevoren verwacht dat jullie zo goed mee zouden doen in die competitie? Nee. Als ik heel eerlijk ben, ik denk wel, linker rijtje, dat moet wel gewoon goed lukken. Nou, dat lukt ook. Kijk, maar je moet helaas je ogen niet sluiten dat je met 46 punten bovenaan staat. En dat is natuurlijk, dat zegt ook veel over de rest. Maar ik vind wel, als ik naar onszelf kijk, ik vind onze laatste tijd wel het meest constant. Ik bedoel, wat ik zeg, 7 keer 4-0, dat is veel. Dus alleen, ja, we hebben wat nederlagen geleden. Dat hoort er ook bij. Maar ik vind wel ten opzichte van de concurrentie zijn wij daarin wel constanter. In een goede uitslag neerzetten. Alleen ja, verlies je een wedstrijdje, dan haakt iemand weer aan.
En dat is een beetje het. We komen nog niet los. Ik denk wel dat we vandaag een goede set hebben gedaan. Dus ik denk echt zeker die eerste vier, dat is gewoon, dat moet gewoon gebeuren. En alles wat meer is, ja, vind ik hartstikke leuk. Voor de jongere jongens is het natuurlijk kampioenschap geweldig. En want daar hoop ik eerlijk gezegd wel op dan. En niet op PD. Want twee wedstrijdjes extra zit ik niet echt op te wachten. Maar dat is voor de jongens natuurlijk geweldig. Maar kijk, zelf, ik ben wat ouder. Ik wil gewoon lekker volleyballen en dat doen we nu lekker. Het is een mooi team. Vorig jaar ook 22 wedstrijden verloren. Maar toch bij elkaar gebleven. En dit seizoen ook. Stefan Groen is erbij gekomen. Hartstikke mooi. Nico heeft het opgepakt. Heel blij mee. Ik bedoel, het is toch knap dat je zo'n trainer hier voor deze groep krijgt. En die haalt er ook echt heel veel uit. En daar kan nog veel meer uit gehaald worden.